Oh, iets in mijn lekker uit, jongen. En net naast hoor. Nou, heel veel kinderen die kennen jou natuurlijk van The Voice of Holland en The Voice Kids. Ja. Ja, dat presenteer jij. En daar hebben we heel veel vragen over gekregen. Vind je het leuk om bij The Voice Kids te werken? Ik vind het superleuk. Het is gewoon één groot avontuur. Het zijn heel ambitieuze kinderen. En het is ook natuurlijk super spannend, hè? Ja. In je eentje loop je dat podium op. Geniet! En moet je daar, zie je omgedraaide stoelen, en moet je dat gewoon gaan zingen voor al die mensen. En als dat dan heel goed gaat en mooi klinkt, dan raakt dat bij mij meteen wel... Een traantje, moet je een traantje wegpinken. Ja, ja. Ja. Wie vind jij de leukste coach van The Voice Kids? Doei! Oké, Eva, Ali B. Oh, daar hoef je helemaal niet over na te denken. Nee. En waarom dan? Ja, Ali is gewoon... Ik snap het hoor. Ja, ja. Hij kan een kind net even dat extra setje zelfvertrouwen meegeven. Wat het kind op dat moment nodig heeft. Go Ali, go Ali, go Ali. Is de leukste coach ook de beste coach dan? Ja, dat vind ik opvallend. Zijn battles zijn by far de beste. Doe je zelf ook iets aan zingen? Doei! Oh nee, ik wou dat ik dat kon. Want ik zag een filmpje op jouw Instagram. I'm every woman, it's all in me. Komt opeens Treintje tevoorschijn. Laat het zingen maar aan mij over je. Ik vind het zo ontzettend jammer dat ik dat niet kan. Mijn dochter kan wel heel mooi zingen. Als ik daar mee ga zingen, dan zegt ze altijd... Zolang jij maar je mond houdt... Ja. Zegt ze, gaat het je ooit lukken in je leven om één noot goed te zingen? Zeg maar. Het had zo je kan niet alles, hè? Nee, maar dat had zo mooi geweest als ik het wel had gekund. Voordat je bij The Voice ging werken als presentatrice, wou je daarvoor ook wat anders worden? Ik wilde maar één ding en dat was danseres worden. Als kind? Ja. Ik was denk ik 5, toen wist ik het al. Nou ja, toen ik eenmaal kon gaan dansen, ben ik gaan dansen. En heb ik 7 jaar professioneel gedaan. Kan je nog een beetje dansen? Ja. Of verleer je dat? Nee, dat verleer je niet. Nee? Nee. Dansen of presenteren? Presenteren. Voice of Holland of Voice Kids? Voice Kids. Dat zeg je alleen maar omdat dit een jeugdjournaal is? Nee, zeker niet. Favoriete huisdier? Hondje. Binky. Mijn hondje. Voor wie ben je strenger? Voor je dochter of voor je zoon? Oh, wat erg! Voor mijn dochter. Ja, en dat verwijt zij mij. Jij bent veel strenger voor mij. Zij is gewoon pittiger. Zon of sneeuw? Zon. Ja, ik hou van zon. Ik hou van heel warm. Wie is je grootste held? Mijn vader. Wie is er niet meer? Maar hij is en blijft mijn grootste held. Je hebt in het verleden ook veel typetjes nagedaan, hè? Ushi, Dushi, Lushi. My name is Ushi Shirosaki. Het is heel fijn om Ushi te zijn, want dan durf ik namelijk alles te vragen en te zeggen wat ik in het normale leven niet durf. Ja, ben je dan zelfverzekerder dan als Wendy? Veel brutaler. Hello, Miss Adele Singing Woman. Hi. Hi. Kan je het nog een beetje? Is het echt Japans of zeg ja, je maar Ja, maar Japans ben ik ook niet verleerd. Nee? Nee, ik zeg maar wat. Nou was er laatst zo'n 10-year challenge. En toen had jij op je Instagram een foto gepost van jou en dan 10 jaar geleden van Dushi. Dushi, ja. Ja. Maar daar ontstond nogal wat gedoe over. Mensen. Ja, mensen zeiden dat is racisme. En ja. Kan je dat voorstellen of vond je dat onzin? Totaal niet. Ik weet je, ik acteer. En dat is een vak. En of het nou bij Dushi is, of bij de Amsterdamse Loes, of bij de Japanse Ushi. Ja, dat is voor mij hetzelfde. Ik discrimineer juist niet. Zou je tegenwoordig die typetjes nog kunnen spelen? Of kan dat nu gewoon niet meer? Nee, dat kan dus niet meer. Daar krijg je denk ik te veel kritiek over. Wat wil jij nog het liefste doen in je leven? Kinderen motiveren om gezonder te leven en meer te bewegen. Dat is nog wel een doel wat ik voor ogen heb. Minder op de iPad. Minder gamen. Minder gamen. Oh jee, je maakt jezelf niet zo populair bij de kinderen, nee, denk ik. Nee, maar ik snap het. Ik bedoel, ik snap ook dat het heel ontspannen is. Maar ik vind dat kinderen nu, vandaag, echt veel meer moeten bewegen. Oké. Met deze wijze les sluiten we dit interview af. Oké, mooi. Dankjewel.